Jeremia 31. Jeremia 31. Daar staat dit. Dit zegt de Heer. In de woestijn kreeg ik Israël lief. Het volk dat aan vernietiging ontkomen was, ik ging hun voor en gaf hun vrede. Van ver ben ik naar je toegekomen, vrouwen Israël. Ik heb je altijd lief gehad. Mijn liefde zal je altijd vergezellen. Dat is een hele bijzondere tekst, omdat namelijk in de profetenboeken is God bezig om via de profeten aan het volk en aan de leiders van het volk duidelijk te maken dat zij vreselijke dingen hebben uitgehaald. Een van de redenen waarom die uiteindelijk hun ook over de hele wereld verspreid heeft, 2000 jaar lang. En dan noemt hij ze regelmatig, jullie zijn een hoer. Dat is een vreselijke scheldnaam natuurlijk voor zijn eigen volk wat hij uitgekozen heeft. Maar we zullen zien dat in de teksten die we gaan lezen, die over de eindtijd gaan, dat is de tijd waar we nu in leven, daar zullen we zien dat hij steeds meer praat over hun zoals het hier staat. Van ver ben ik naar je toegekomen, vrouwen Israël. En in de grondtekst, daar zou je zien dat eigenlijk het woord maagd hier staat. Dat is heel bijzonder, dat God in feite tegen zijn volk praat als nu zijnde een maagd en niet meer een hoer. Nou, mensen gezien kan dat niet, als je hoer bent kan je niet meer maagd worden. Maar bij God gelukkig wel. En dan staat er, ik breng je weer tot bloei, je zult weer dansen in de rij en de tamboerijnen laten klinken. In Samaria's bergen zul je wijngaarden planten en mogen eten van de eerste vruchten. Dat is een hele leuke dat Samaria genoemd wordt, wat de wereld deel van de Westbank noemt. En de wijnen die daar vandaan komen, die behoren tegenwoordig tot een van de top 10 van de hele wereld. Dus God houdt zich aan zijn woord. En dan komen we bij 6. De dag breekt aan dat in Efraïm de wachters op de bergen roepen, kom laten we op weg gaan naar de Sion, naar de Heer onze God. Dus hier praten wachters en in de grondtekst staat hier het woord Notzrim. Nou, ga maar Jeruzalem in, schiet maar eens een Jood aan en vraag maar eens aan hem, wie zijn volgens jou de Notzrim? Hij heeft het ook gedaan. En bij orthodoxe Joden. En de meeste van hen die krijgen een glimlach. En die kijken je aan. Die weten dat je christen bent. En die zeggen, ben jij? Dat is een hele leuke. Ik heb tegen één zo'n orthodoxe Jood gezegd van, nou dat is ook bijzonder. Want dan kom ik in de Tanach, het Oude Testament, dan kom ik in de Tanach voor. In Jeremia 31 vers 6. Nou, dan zit je aan te kijken met hele grote ogen. Zeg, ja, weet je wat nou zo mooi is? In dat hoofdstuk 31 staat ook wat wij moeten doen als een Notzrim. Deze man die zei tegen mij, en toen zei hij, toen begon hij uit te leggen waar het woord Notzrim vandaan kwam. Onder andere van Nazareth enzovoort. Dus hij kon maar even geen kant meer op. Maar bij mij gebeurde er wat anders. Bij mij begon hier iets te borrelen in mijn hart. Ik denk, wow Heer, u spreekt eigenlijk tegen mij als ik dit nu aan het lezen ben. En dan ben ik benieuwd wat u te zeggen heeft. Nou, ten eerste staat er, kom laten we op weg gaan naar de Sion. Ja. Nou, hartelijk welkom op de Sion. Daar staan jullie nou bovenop. Dus hartelijk welkom wachters. Wachters, de Notzrim, betekent dus gelovigen uit de niet-Joden. Oftewel de gelovigen uit de heidenen. Dat betekent het woord. Er staat dit, dit zegt de Heer. Juich van vreugde over Jacob, jubel aan het hoofd van alle volken, roept het uit en zing een loflied. De Heer heeft zijn volk gered en wat er van Israël nog overbleef, bevrijd. Ik laat hen uit het noorden terugkeren en breng hen samen van de einde der aarde. Maar profetieën zijn heel lastig om te plaatsen in een bepaalde tijd. Sommige profetieën gaan heel duidelijk over bepaalde tijden, neem bijvoorbeeld terugkeer uit Babylonië. Andere profetieën, dat zijn gedeelde profetieën. Dat gaat deels over wat er gebeurd is en deels wat nog moet gaan gebeuren. Dat is een bijzondere, omdat hier staat, ik laat hen uit het noorden terugkeren en breng hen samen van de einde, der aarde. Nou, soms zeggen mensen wel eens van, ja, maar dit zijn toch allemaal teksten die gaan over een terugkeer uit Babylonië. Jawel, maar Babylonië ligt in het oosten en niet in het noorden. Sterker nog,
Als we kijken waar de meeste Joden die nu hier zijn vandaan komen, dan komen ze uit het noorden. Ze komen namelijk hoofdzakelijk uit Rusland. Er zijn meer dan 1 miljoen Joden uit Rusland en omgeving hier naartoe gekomen. Alia gemaakt, zoals het heet. En brengen samen van de einde der aarde. Ook blinden en lammen komen mee. Ook zwangere vrouwen in barensnood. In dichte drommen keren ze terug. Ze komen terug in tranen, ze heffen smeekbeden aan. En ik zal hen leiden, zegt God. Ik breng hen naar stromende beken en voer hen over geëffende wegen.